Het systeem werkt hartstikke goed. Ik ben echt hartstikke content mee. We zijn vandaag bij Hoeve Biesland in Delfgauw. Een biologisch dynamisch melkveebedrijf. Ze werken met de Vector. En ik ben eigenlijk benieuwd waarom een biologisch dynamisch bedrijf dat doet. Hey. Hoi, goedemorgen. Jan-Marie Korevaar. Tim van Brecht. Fijn dat we vandaag bij jou langs mogen ja, komen. Leuk. Hoe ziet jouw bedrijf eruit? Wij hebben hier een biologisch dynamisch melkveebedrijf. Met nog wat andere takken. We hebben nog een slagerij, een bakkerij, een winkel, een groentetuin, een zorg. En wij melken hier zo'n beetje 150 melkkalfkoeien. Hey, en jullie voeren hier op dit bedrijf ook met een Vector? Ja, jazeker. En ik dacht, biologisch dynamisch en een Vector, dat is misschien helemaal geen logische combinatie, of? Ja, ik vind het heel logisch, want dat past ons heel, heel goed in onze bedrijfsvoering. Doe je dit alleen, dit bedrijf, of? Nee, we doen dit eigenlijk met z'n drieën. Jan en Mieke zijn man en vrouw, die hebben dit bedrijf opgezet hier zo. In 2008 ben ik in de maatschap erbij gekomen. Juist, ja. Dus jij bent de boer? Ja, zeker. Dan gaan wij die kant eens op, eens even bij die Vector kijken. Nou, dan gaan we eens doen. Oké, hey, dus hier staan de Vectors, ja, Tim. We hebben twee Vectors staan. We hebben best wel wat rondgekeken. Toen kwamen we eigenlijk bij de Vector uit. Die kan gewoon over straat rijden. Je hebt één centraal punt waar je kan voerlaaien, zeg maar. En daar gaat overal naartoe. Het systeem werkt hartstikke goed. Ik ben echt hartstikke content mee. Want ja, het gaat allemaal over stroom. Kijk naar wat de brandstofprijs doet. Nou, dat is gewoon, dat wordt gewoon duur. Dat is echt goedkoper? Ja, veel goedkoper. Oké. Okay. Ja, echt vele malen goedkoper. Dus dat komt uit? Ja. Heb je ook nog een nadeel van dit systeem? Waarvan je zegt, nou, daar moeten we nog een beetje een antwoord op vinden. Ja, er zitten twee nadelen, vind ik al. Een ander moet er ook kennis van hebben als je weg bent. En dat moet dus echt wel leren, zeg maar, van hoe alles werkt, hoe alles aangestuurd moet worden. Dat is een nadeel. En als je een keer een storing hebt die echt wel groter is dan een kwartier of een half uur, dan lopen de koeien ze maar achteren met voeren. En dan heb je gewoon een dag nodig om het weer bij te zien te rijden. Want het is een 24-uur systeem. Maar wanneer was de laatste keer? Ja, november ongeveer. Ja, dan is het een keer misgegaan nog. Dan is het een keer misgegaan. Eén keer per half jaar, dan heb je wel... Ja, nou ja, zo heb je twee keer in de maand, zo heb je twee jaar niet. Weet je wel, dat is geen... Daar is niks over te zeggen. Oké. Okay. Hey, en dit is je voerkeuken ook? Ja. Laten we daar eens even naar kijken. Hoe heb je dat prima ingericht? Ik heb ze met 9 partijen gras ken ik hier voeren. En die zitten gewoon in lengtebanen, zeg maar. Ja, en lengtebanen, dus zo, zeg maar. Ja, ja, klopt. En dan heb ik 4 soorten mineralen kan ik voeren. Dat komt via de vijzels in het tornetje, de vijzels in de Vector. En 1 soort krachtvoer, zeg maar. Oké, okay. Dus zo ziet jouw voerkeuken er grosso modo uit. Ja. 9 verschillende grassoorten? Ja, ik voer 9 verschillende grassoorten in de winter. Nu is het zomer, namelijk een paar minder, maar in de winter voer ik 9 verschillende soorten. Je hebt de voerkeuken nu zo ingericht. Zou je dat weer zo doen? Nee, na de inzien zou ik hem draaien. We doen nou zeg maar, leggen we alle banen hebben we zo gelegd. Yeah. Maar ik zou ze volgende keer in de lengte zo neerleggen. Omdat als je met de showform vult, kun je zeg maar, de achterlijn van je vak niet zien. Dus je weet niet of die goed in je vak ligt, het gras. Dus je moet eigenlijk allemaal z'n tweeën zijn nu. Oké. Okay. Ik heb nog een paar vragen voor je. Die zou ik graag nog eens met je willen bespreken bij de stal. Zullen we daar eens heen lopen? Ja, lopen we er even heen. De koeien lopen buiten. Yep. Je melkt met een melkstal. De Vector voert de koeien. Kan zo'n Vector uit op dit bedrijf? Ja, dat denk ik zeker. Zeker gezien aan de tegenwoordige brandstofkosten. Die gaan denk ik alleen maar meer stijgen. Mm-hmm. Nou, elektrisch is wel de toekomst. Zonnepanelen, zelf opwekken, zelf gebruiken. Yeah. Dus daar heb je al een hele grote winstpost. Je hebt minder restvoer. Dat heb ik gewoon echt gezien. Met de voerwagen had ik gewoon veel meer restvoer. Hoeveel minder? Ja, ik denk dat je wel 1% of 5% minder restvoer hebt. Oké. Okay. Dat denk ik zeker wel. Mm-hmm. En ja, het komt door je vestvoer voor het voerwerk. De koe hou je actiever. Je krijgt veel meer rust in de koppel. Zeker met fase en zo zie je gewoon, als de Vector los komen er 10 aangelopen. En vroeger als de voerwagen los kwamen er 100 aangelopen. Yeah. En wij hebben gehorens, dus dat geeft meer rust in de stal. Yeah. Dat ze minder rangorde problemen hebben. Precies. En in de zomer hebben we het gewoon grote voordelen dat je zeg maar, 2 keer per dag een kleine portie kan voeren. 's Ochtends binnenkomen, krijgen ze een portie karrelgras met mineralen en krachtvoer.
En s'avonds binnenkom ik als een Porsche Kelgers met mineralen en krachtvoer. Dus je zegt hij kan uit. En wat doet dit apparaat voor jou? Wat doet het apparaat voor mij? Het neemt werk uit handen. Mm-hmm. Ik ben half op de dag bezig om die keuken en alles na te lopen. En dat draait systeem van 24 uur. En de koeien behalve voer. Alles wordt gecontroleerd. Hij meet de hoogtes. Dus hij weet wanneer er extra voer bij moet. Dus het geeft jou rust. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, het voer geeft rust. We waren vandaag bij Hoeve Biesland. En Tim heeft ons op zijn biologisch dynamische melkveebedrijf uitgelegd hoe hij heel veel gras in de koe krijgt en toch 7500 liter melk produceert. Met hulp van de Vector. Echt een geweldig bedrijf.